Klokker Klassiek. Klassieke muziek voor iedereen. Deze maand de complete orkestsuites van Johann Sebastian Bach. Voor maar €4,99. Voor de mooiste klassieke muziek ga je voortaan naar Blokker. Of kijk je op blokker.nl. Van 20 tot en met 28 september is het Vredesweek. Het moment om in actie te komen voor vrede. Doe mee. Ga naar paxvoorvrede.nl en teken tegen kernwapens. Zo brengen we vrede weer een stapje dichterbij. Pax. Vrede. Wie durft? Mede mogelijk gemaakt door het V-Fonds. Geachte heer Thomassen van Groothandel Wessel. Graag zouden we even bij u solliciteren. Punt. Wij zijn Centraal Beheer Achmea Zakelijk. Goed voor ruim 100 jaar werkervaring. Een van onze sterke punten is moeilijke pensioenmaterie makkelijk maken. Zodat u tijd overhoudt voor wat u het liefste doet, ondernemen. We zijn dus een soort extra medewerker van Groothandel Wessel. We vullen geen vakken, we besturen ook geen heftruck. Maar we zorgen er wel voor dat uw medewerkers ook na hun pensioen groot kunnen blijven inkopen. We hopen spoedig van u te horen. Bel even Apeldoorn of bekijk ons cv op centraalbeheer.nl/zakelijk. Kappersketen Harewood vertelde u alles over hun formule. We hebben een eigen opleidingscentrum, een eigen glossy en je krijgt de volledige professionele ondersteuning van een coach. En de Kamer van Koophandel vertelde u alles over de kappersketen. Het aantal vestigingen, hun jaarrekening en de concernrelaties. Zeker weten dat je alles weet. Ga naar kvk.nl voor betrouwbare bedrijfsgegevens. Kamer van Koophandel. Bron voor ondernemen. PS, we geven u graag een voorproefje met het gratis boekje Even makkelijk voor ondernemers. Volhandige tips over pensioenen en juridische zaken. Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. NPO Radio 1. NTR. 1 op straat. Met Rob Oudkerk. Vrienden van de radio, goedenavond bij 1 op straat. Wij staan vanavond vlakbij Utopia. U kent dat programma wel, of natuurlijk niet. 1 op straat geeft het rauwe nieuws, ongecensureerd en altijd met de betrokkenen zelf. Staatssecretaris Teven wil meer opvanglocaties voor asielzoekers in Nederland. En dat is te begrijpen, want het aantal asielzoekers wat de eerste 7 maanden van dit jaar asiel aanvroeg was ruim 14.000 en dat is 2 keer zoveel als vorig jaar. De Nederlandse gemeenten en hun inwoners staan over het algemeen niet te springen om die vraag van Teven te beantwoorden. Of ze hebben al asielzoekers en ze willen niet meer, of ze hebben geen asielzoekers en dat willen ze dan graag zo houden. Toch zijn er ook gemeentes die asielzoekers wel welkom heten. Maar, typisch Hollandse handelsgeest, dan willen ze er wel weer iets voor terug. En het Rijk lijkt voor die handelsgeest wel oren te hebben. Koehandel met asielzoekers, is dat een goed idee? Of moet er gewoon een eerlijke verdeelsleutel komen en moet iedere gemeente in Nederland gewoon zijn deel doen? In de bus vanavond bestuurders en raadsleden uit diverse gemeenten uit het land over de vraag asielzoekers ja of asielzoekers nee, of het aloude Nederlandse jazeker, wel asielzoekers, maar niet in mijn achtertuin. Djoeke Fokkema, goedenavond. Tjitjer Tadil, daar bent u wethouder. Maar voordat ik met u ga praten over asielzoekers, u bent jarig, hè, vandaag? Ja, klopt, 60 jaar. 60 jaar, nou, dat is wel een hele dikke, vette felicitatie. Zeg, in het kader van Voor Wat Hoort Wat, u krijgt vast cadeautjes. En wat gaat u de gasten dan voorschotelen? Nou, we hebben het grote feest zondag al gehad. Dus vanavond is het rustig. Oh, het is een beetje uitbuiken. Alleen in gezinsverband. Goed. Zeg, u heeft in Tjitjerktadeel al 450 asielzoekers, heb ik begrepen. In Burgum, een dorp wat onder Tjitjerktadeel valt. En het COA wil graag ophoging naar 600 asielzoekers. Wat vindt u daarvan? Nou, we hebben daar een bereidheid voor uitgesproken. Alleen nu verneem ik in de pers dat men mogelijk nog meer wil. En voor ons is erg belangrijk dat wij draagvlak bij de bevolking hebben over het aantal. En hier hebben wij een afspraak met de omgeving en met de gemeenteraad voor die 600. En dan vind ik, ga dan eerst maar eens bij andere gemeenten kijken en laten we zo snel mogelijk die 600 bij ons gaan invullen. Oké, maar die 600 komen er dus. Er komen er 150 bij, begrijp ik.
Dat is wat ons betreft prima. En we hebben op dit moment gesprekken over. We zijn nog niet helemaal uit de onderhandelingen. Maar ik hoop dat dat met spoed gerealiseerd kan worden. Zeg, en wat voor onderhandelingen zijn dat? Ik bedoel, wat krijgt u er iets voor terug voor de opname van die 150 extra asielzoekers? Sowieso is het zo dat gemeenten per asielzoeker een vergoeding krijgen. Alleen wij hechten eraan dat het ook goed inpasbaar is, planologisch, maar ook met de mensen in de omgeving. Met de buurt, dat die betrokken wordt bij hoe komt het nu met zo'n huisvesting, planologisch. Maar ook bijvoorbeeld, wij hebben er sportvelden naast. Daar zal iets van opgeofferd moeten worden. Dus verwachten wij ook voor van het COA iets terug naar die sportverenigingen qua voorzieningen. En dan gezamenlijk optrekken, COA en ook sportverenigingen om het verblijf zo gunstig mogelijk te maken. Je zou kunnen zeggen, meneer Volkema, dat het toch enigszins een handel is. Hè? Wij zijn best bereid in Cisercadeel extra asielzoekers op te nemen, maar dan moet er ook iets voor terugkomen. Ja, klopt. Okay. Alleen, en naar mijn idee, hele redelijke eisen waar je dus een win-win situatie kunt creëren. Dat wij hebben dan een gezinslocatie, heet dat, dus veel kinderen. En ik vind het van belang dat kinderen ook zoveel mogelijk actief worden. En daar is op dit moment nog wel wat in te verbeteren. En als je dat dus samen doet met bijvoorbeeld de sportvereniging in de buurt. Nou, dan hebben die sportverenigingen best wel belang bij. Als het dus dan wat qua voorziening voor hen verbetert. Maar dan zijn ze ook best bereid om wat voor die kinderen te betekenen. Oké, okay, u krijgt er dus eigenlijk, ik wil niet zeggen een hele school bij, maar in ieder geval faciliteiten voor die school. Zeg, is het eigenlijk niet onredelijk dat Cisercadeel er 600 opvangt en een heleboel omgevende, omliggende gemeentes niet? Nou ja, op een gegeven moment hebben ze een. Ja, een soort onderlijn vastgesteld. Die werd omhoog getrokken van 450 naar 600. Om puur financiële redenen. Daar hebben we begrip voor. Maar als men ons nu, terwijl wij hier nog over in het gesprek zijn, meer vraagt, dan zeggen wij, kijk dan eerst toch eens eerst bij andere gemeenten. We willen best ruimtelijk wat een buffer creëren. Maar voorlopig vinden wij dat wij met deze inspanning meehelpen aan het Nederlandse probleem. Meneer Volkema, ik dank u hartelijk. Ik wens u nog een prachtige verjaardag en nog 60 jaar erbij, op zijn minst. Ik dank u. Goedenavond. Veel bedankt, hoor. Over het dorp Budel kan de staatssecretaris niet klagen. Daar zitten maar liefst 1200 asielzoekers. En vanavond wordt er in de gemeenteraad gepraat over een uitbreiding naar 1500. Aan de telefoon Leonien Brugink van de plaatselijke partij Elan. En Elan staat voor echte lokale aandacht nu. Goedenavond, mevrouw Brugink. Goedenavond. Zeg, even over u. Jullie hebben gewoon 1200 asielzoekers en 20.000 inwoners. Is daar eigenlijk niet de verhouding zoek? Nou, inderdaad. Wat dat betreft praat meneer Volkema zojuist van 450 naar 600. Wij zouden daarmee in onze handen klappen. Maar wij hebben hier een leegstaande kazerne. Daar hebben wij afgesproken een half jaar geleden dat daar asielzoekers mochten komen. En met de restrictie van 1200 is het maximale aantal. En nu met de druk op de ketel van hoger hand wordt er gevraagd om daar nog eens 300 mensen bij te plaatsen. En ik moet heel eerlijk zeggen, als ik het gevoel van onze inwoners verwoord, dan zeggen ze, nou, dit is eigenlijk toch echt, dit gaat ons aantal te boven. We vinden 7,5% van onze inwoners die dan toch wel het maximum om te plaatsen van mensen die toch onderweg zijn en eigenlijk ook toch wel elders geplaatst zouden moeten kunnen worden. Okay. We weten hier in de omgeving een grote gemeente. Die hebben ook een kazerne leegstaan. Ja, dat is Weert, geloof ik. De gemeente Weert. Ja. En die zeggen, wij willen dat niet. En dan denk ik, en dan moeten jullie ervoor opdraaien. Ja. Maar toch, over handel gesproken, of koehandel. Wij hebben begrepen dat het college eigenlijk wel van 1200 naar 1500 wil. En dan in ruil voor een verbreding van de A2. Wat vindt u van die handel? Ja. Nou, ik vind het eigenlijk jammer dat het zo gecombineerd wordt. Want het zijn twee losstaande feiten. En asielzoekers kun je nou eenmaal niet vergelijken met een economisch belang voor een verbreding van een A2. Dus wat dat betreft vind ik de combinatie gewoon helemaal verkeerd.
Wat er wel eens gebeurt is dat het college de aandacht er weer op gevestigd heeft. En dan ineens dan zijn ze, daar in Den Haag van... ja, we moeten daar ook nog eens iets proberen te regelen. En ik vind het zo jammer dat dat via zo'n onderwerp moet gaan. Ja, maar mevrouw Brugging, we zijn toch een volk van voor wat hoort wat. En 300 asielzoekersopvangen, daar komen er onvoorstelbaar veel bij. In de maand juli 2000, dus het zijn er zo'n 500 per week. En dan een beetje verbreding van de A2 er tegenaan. Dat is toch mooi, dat is toch een win-win? Ja, maar zo werkt het niet, hè? Dat weet u ook wel. Hè? Kijk, het is ook het gevoel van de inwoners. We hebben er geen last van, dat moeten we eerlijk zeggen. En er zijn natuurlijk best wel oneffenheden. En het COA probeert er ook alles aan te doen. Wat voor oneffenheden? Nou, over hoe de... kijk, het zijn buitenlanders uiteindelijk. En die moeten zich hier maar ineens in onze samenleving aanpassen. Nou, dat gaat niet zonder slag of stoot. En daar werkt het COA aan om dat te doen. Ze hebben het alleen nog niet onder controle. En daarom zeggen wij ook, eerst pas op de plaats. Laat nou eens eerst even de mensen die hier nu zijn aanpassen en zorgen dat ze weten hoe ze zich moeten gedragen. Hoe ze hier in de samenleving moeten verkeren. En laat dan ook eerst eens even alle andere gemeentes kijken naar hun mogelijkheden voor opvang. En doe dan pas de mensen een verhogend aanbod om te zeggen van nou, we willen nog graag meer mensen bij jullie plaatsen. Laat ik wel wezen, ik vind het mensen die hoeven echt niet in tenten te slapen. Ze hoeven echt niet op de straat te verblijven. Maar ik vind een 1500 aantal op een inwonersaantal van 20.000... ja, is toch wel heel erg groot. En het gevoel van de inwoners is dat ook. Mevrouw Brugging, u zegt dus 1200 is genoeg en niet meer asielzoekers. Nog één vraag, hoe gaat die commissievergadering vanavond aflopen? Komt er een meerderheid voor 1500? Ik heb geen idee, want de mensen van het COA zouden er al hebben moeten zijn om toelichting te geven. En die zijn verlaat. Dus het onderwerp was nog niet begonnen. En vandaar dat ik nog eigenlijk helemaal niet uit de commissie kan pappen. Dus ik weet het gewoon helemaal op dit moment nog dat niet. Wordt, dat wordt volgende nachtwerken. Week is het raadsvergadering. En dan wordt er een definitief besluit genomen. Okay. Het is uiteindelijk een bevoegdheid van het college. Maar ze hebben toch gesteld om de raad nu toch ook een mening te vragen. En dat moet ik van het college toch wel waarderen. Oké, hartelijk dank dat u dit wou toelichten. Leonie Brugging uit Budel. We staan in het Gooi en dat is niet alleen maar omdat het hier hartstikke mooi is. Maar dat is ook omdat, en ook niet omdat er zoveel asielzoekers worden opgevangen. Hilversum, Laren en Huizen en Soest hebben laten weten dat de oproep van Teven voorlopig, althans, nog niet door hen wordt beantwoord. Wij vangen hier geen asielzoekers op. Ik vat het even in mijn eigen woorden samen. Aan de telefoon Karel Bikkers, fractievoorzitter van de VVD in Huizen. Goedenavond. Goedenavond. Is het inderdaad zo dat u niemand wil opvangen in Huizen? De burgemeester heeft via zijn spreekbuis medegedeeld dat hij het niet goed vindt dat er in Huizen asielzoekers komen. En ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik het volledig mee eens. En dat kan ik me ook voorstellen. Huizen ligt op dit moment al onder een vergrootglas. Dat betekent dat er bestuurlijk alle zijden bijgezet moeten worden om in ieder geval datgene wat er nu al aan de hand is in Huizen. En dan is dit wel een uitgewezen slecht moment om te gaan praten. Oké, snap ik. Of wel of niet asielzoekers erbij. Snap ik, want u ligt onder een vergrootglas vanwege de jihadstrijders, voor mensen die het misschien niet allemaal volgen. En als nou die jihadstrijders en alle hijsa daaromheen voorbij is, zijn jullie dan eventueel wel bereid om asielzoekers op te vangen? Maar wat de VVD betreft heb ik een kort rondje geïnventariseerd. En dan zal daar het antwoord hoogstwaarschijnlijk op zijn nee. Omdat Huizen nou eenmaal geen voorzieningen heeft waarvan je zegt er is een kazerne of er zijn andere grote gebouwen leeg waar je iets mee kunnen. En ook dat past niet bij Huizen. Zeg maar, moet niet eigenlijk gewoon iedere gemeente daar waar het mogelijk is natuurlijk gewoon zijn deel doen? Want anders worden sommige gemeentes wel heel veel belast en andere gemeentes nauwelijks. Ja, als je het probleem moet landelijk aangepakt worden. Dus de landelijke politiek gaat daarover. Maar je moet natuurlijk wel een aantal mogelijkheden hebben. Op het moment dat je oude kazernes hebt, andere gebouwen die je daarvoor kunt gebruiken, de hele omgeving eromheen. Het
laten we zeggen, het opvangklimaat in de gemeente er is dat het kan, dan zou het wat mij betreft bespreekbaar zijn. Maar een snelle inventarisatie lijkt me dat het een huis in ieder geval is. Duidelijk. Wij hebben de burgers in het Gooi gevraagd wat zij ervan vinden. Martine van Woudenberg ging met de microfoon vanmiddag het Gooi in. Ik denk dat er toch een heleboel gemeentes wat meer aandacht moeten schenken aan het feit dat ze de medemens moeten opvangen. Of kunnen opvangen. Maar iedereen houdt een beetje de boot af. Dat gevoel heb ik erover, laat ik zo zeggen. Nu heeft de burgemeester van Hilversum gezegd, er zijn geen geschikte locaties in Hilversum. En er is ook geen specifieke oproep aan Hilversum gedaan. En momenteel wordt er ook geen opvang geboden. Zou je wel vinden dat dat wel mogelijk kan zijn in Hilversum? Nou, ik denk het wel. Zonder meer. Waarom niet? Ik denk dat het een stukje medemenselijkheid is wat meetelt. En daar moet elke gemeente aan bijdragen? Ja. Ja. Hoe klein of hoe groot de gemeente ook is. Er is volgens mij genoeg leegstand en er kan best wel wat in. Dus ja, anders staat het leeg en ze doen er toch niks mee. Dus wat dat er gaat, ja, waarom niet? Al is het tijdelijk en ja, ja, voor mij mag dat maar. Denk je dat er mensen op zitten te wachten? Weet ik niet, weet ik eerlijk gezegd echt. Zit jij erop te wachten? Ja, eerlijk, ik heb er geen last van, denk ik. Maakt mij niet zoveel uit, ik zie het vanzelf wel. En er is leegstand, dus laat maar komen. Ja, laat maar komen, ja. Waarom ook niet? Het kan, dus er is ruimte, lijkt mij. Wij spreken een kerk of zo, laat die mensen dan de tuin erbij houden of iets anders. Je kunt wel altijd wel iets verzinnen. Tenminste, een nee, dat is meestal niet acceptabel. Dus zij zouden best op een plek in Hilversum kunnen wonen, ook tijdelijk? Ja, dit lijkt mij wel. Tenminste, je hebt in Hilversum genoeg lege gebouwen hier nog staan. En kraakpannen die beginnen langzamerhand ook wel uit de grond te toveren. Dus ja, plek genoeg eigenlijk. Elke gemeente moet een beetje doen. Wat ik alleen heel erg vind is dat ze de opvang, dat is het niet alleen. Ze moeten voorkomen dat de mensen niet niks te doen hebben. Dat ze zich gaan vervelen en gaan rondhangen. Dus niet de mensen ergens indouwen, maar het moet helemaal goed geregeld worden. Of niet. Dus het moet of helemaal goed geregeld worden of niet? Of niet. En wat zou dat dan zijn? Nou, dat het dan ook een dagbesteding is of dat er taalkursus wordt gegeven. Dat er van alles te doen is voor die mensen. Dat je niet die situatie krijgt dat ze gewoon in een kantoorgebouw of een flatgebouw worden geduwd. En zich daar gewoon uren of dagen zitten te vervelen. Want dat geeft volgens mij veel onrust in de omliggende gemeentes en bij de winkels en waar ze dan ook rondhangen. Een reportage van Martine van Woudenberg. In de bus Bianca Verwij, fractievoorzitter van de SP in Hilversum. Een van de vier collegepartijen. Ik kom zo direct bij jou. Maar we gaan nog even, omdat hij ook in een andere radio-uitzending zit, naar de fractievoorzitter van de VVD in Soest, Karel van Geet. Goedenavond. Goedenavond. Zeg, vangen jullie nou wel in Soest op of vangen jullie nou niet in Soest op? Wij vangen wel degelijk in Soest op en dat is niet de eerste keer. Dat hebben we al regelmatig gedaan. Er wordt op het ogenblik opgevangen in het detentiecentrum in Soesterberg. Soesterberg is natuurlijk een deel van de gemeente Soest. En dat is op het complex waar een aantal jaren geleden het Lockerbie-proces heeft plaatsgevonden. En daar zijn er op dit moment ongeveer een 400. En daarnaast hebben wij kort geleden ingestemd. En als ik zeg wij hebben ingestemd, dat is het presidium van de gemeente Soest. Bestaande uit de fractievoorzitters. Met een extra uitbreiding op dat terrein voor uitgeprocedeerde asielzoekers. En dat hebben we wat vriendelijker gemaakt, met name kindvriendelijk. Om ze in ieder geval wat te laten doen tijdens de dag en eventueel de vroege avonduur. Zodat ze niet alleen maar opgesloten zitten. Zeg, meneer Vergeet, dus hebben jullie nou iets in ruil voor die opvang gekregen? Of was het gewoon uit de goedheid van het hart en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid? Dat laatste, dat is het geval geweest, ja. Niks voor teruggekregen. Uw collega, fractievoorzitter van de VVD in Huizen, die zegt, nou, eigenlijk hier niet. Dus niet in mijn achtertuin. Wat vindt u van die opstelling? Nou, ik veroordeel mijn VVD-collega daar niet. Als men mij nu zou vragen, maar dat vraagt u niet, of ik, en dan praat ik dus namens de VVD, bereid zou zijn voor nog een opvangcentrum in Soest, dan zeg ik nee. Want we hebben er nu al zo'n kleine 550. Oké, genoeg is genoeg. En ik kan me ook wel voorstellen dat in bepaalde gemeenten, zeker als die kleiner zijn, dat we zeggen, ja, dit kan natuurlijk ook leiden tot overlast. Ik heb zojuist een stukje van de man uit Hilversum gehoord.
Dat kan wel eens tot overlast leiden als men, en nu praat ik over de asielzoekers die wel die locatie mogen verlaten. Als je niet zorgt voor een dagbesteding of opvang voor kinderen, dat doen wij wel. Voor zover dat in ons vermogen ligt. Dan laten we dat voorop stellen. Want we kunnen wel van alles roepen dat we alles 100% hebben. Dat is niet het geval, maar we proberen dat in ieder geval zo goed mogelijk te doen. En dat gebeurt ook wel. En als mijn collega zegt in huizen, niet in mijn achtertuin, ja, dan is dat voor zijn rekening. We moeten natuurlijk wel oppassen dat we die overlast proberen te voorkomen. Dat de onrust ook voorkomen wordt, want dat is er in Soest natuurlijk ook. Met name in Soesterberg. En dat moet je proberen te voorkomen. Dus door dat soort maatregelen te nemen die te nemen zijn. U zegt, meneer Van Geet, wel in mijn achtertuin, maar genoeg is genoeg. Hartelijk dank. Bianca Verwij. Van de SP, ik zei het al, een van de vier collegepartijen in Hilversum. U hoort uw collega's door het land heen. En wat denkt u dan? Ja, ik ben eigenlijk wel blij. Ik hoor veel mensen zeggen, ja, wij hebben iets te doen op het gebied van medemenselijkheid. Daar waar mensen vluchten voor verkrachting, moord en allerlei andere akelige dingen. Dan moeten we zeker iets doen, al dan niet tijdelijk. Dus ik ben over het algemeen, wat ik gehoord heb, wel redelijk gerustgesteld over dat het met medemenselijkheid wel goed zit. Een enkeling daar gelaten. Een enkeling daar gelaten. Ja. Toch zegt een van uw collega's uit Budel van, luister eens, we hebben er 1200, dat is wel genoeg. Karel van Geet, fractievoorzitter van de VVD in Soest, zegt, luister eens, we hebben er een aantal, maar het is wel genoeg. Dat klinkt wel medemenselijk, maar wel met een grens. Ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Ik denk dat alle gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om te kijken van, nou, waar kunnen we mensen plaatsen, waar kunnen we mensen helpen. Als je er 1200 hebt op een kleine gemeenschap, ja, lijkt mij heel veel. Dan heb je volgens mij een behoorlijke medemenselijkheid getoond. En is het ook de verantwoording voor andere gemeenten om dat op te pakken. Maar moet de staatssecretaris dan aan de ene kant en het COA aan de andere kant, die zijn enorm aan het shoppen bij gemeentes, dan niet gewoon zeggen, luister eens, we hanteren een verdeelsleutel over het hele land. Er komen er 500 per week bij. Je kan toch niet tegen Budel zeggen, hup, neem maar weer 300. Of tegen Zeist of Soest, hup, neem maar weer 300. Gewoon een verdeelsleutel, is dat niet het handigste? Ja, het zou het handig zijn, maar volgens mij gaat het over locaties. Dus als je gewoon gaat zoeken naar geschikte locaties. Ik heb zelf even rondgekeken in onze regio. GL Hilversum, Bussum, Huizen, Laren. We hebben gewoon leegstaande kazernes. Dus de Colonel Palm kazerne, waar we nu zijn. Je hebt de MH17 kazerne, noem ik het maar. Daar waar nu de lichamen geïdentificeerd worden. Leegstaande kazerne in Hilversum. Ik denk dat daar wel tijdelijk zeker iets moet kunnen. Dus als de staatssecretaris gaat kijken van, nou, daar waar kan het. En in alle redelijkheid, in aantallen, moet het volgens mij gewoon goed komen. Nou, laten we even Hollandse handel doen. Dat doen we eigenlijk de hele uitzending, praten we daarover. Ja. U zit hier nou. Wanneer kunnen ze komen in Hilversum? Morgen. Ik liet even stilte vallen, want wij hadden verwacht dat Hilversum eigenlijk zei, niet in onze achtertuin. Wat u betreft, morgen. Wat mij betreft, morgen. En waar dan? Dat kan wat ons betreft bijvoorbeeld op het provincieterrein Krijlo. Daar zit een asielzoekerscentrum en de Colonel Palm kazerne. Dat is toch, Krijlo is toch in 2011 gesloten? 2011 gesloten was een asielzoekerscentrum met daarnaast een kazerne nog. Dus dat is een ander terrein. Ja. In handen van de provincie Noord-Holland op dit moment, waar 1300 mensen opgevangen werden. Nu niemand, staat leeg. Een aantal van die gebouwen zijn recent, toen het sloot, eigenlijk opgeknapt ook nog. Er zou ontwikkeld worden, bedrijventerrein. Nu zit Utopia er, Talpa. En die hebben bedongen, hebben wij net gehoord van de meneer die langs de bus kwam, dat er in ieder geval een jaar lang niks in de omgeving anders mocht zijn dan Utopia. Ja, ik mag toch hopen dat meneer De Mol ook enige vorm van medemenselijkheid heeft. Utopia, het beloofde land, het nergensland, heeft een heel klein stukje van dat terrein. Het is 40 hectare. Lijkt me dat er wel iets te regelen moet zijn. Maar dit lijkt me kat in het bakkie. Om hoeveel mensen zou het dan kunnen gaan? Ja, als er 1200 in Budel zitten en 500 in Soest, dan ergens tussen de 200 en 500 lijkt mij voor Hilversum en de regio het Gooi op 250.000 mensen heel redelijk. Nou, hebben jullie er in de Hilversums gemeenteraad geloof ik niet alles over te vertellen, want ik geloof dat de provincie er weer over gaat, heb ik dat goed begrepen? Hoe ga je dat dan regelen? Nee, ik heb net even met mijn collega's van de SP gebeld, provincie SP. Ik heb gevraagd van, zouden jullie erachter staan om dat bespreekbaar te maken? Ja, dat staan ze zeker. Ik heb de burgemeester gebeld van Hilversum. Burgemeester Broertje, wat zou u ervan vinden als we dat voorstel neerleggen? Steunt u dan de vraag aan de provincie? Ja. En ook in Hilversum hebben we een leegstaande defensiekazerne die de verkoop ingaat. Die op dit moment in gebruik is voor identificatie van lichamen van de rampvlucht. Wellicht als dat klaar is. Wat ik u hoor zeggen,
Er is steun van de provincie, ja. Althans van het SP-gedeelte van de provincie. Ja. Moet je de rest nog even overtuigen. Er is steun, niet onbelangrijk, van de burgemeester van Hilsum. Die zegt, als dit voorstel gedaan wordt door de SP, dan steunen we dat. Denk je dat er nou nog een grens ligt? We hebben de rapportage van Martine net gehoord. Mensen willen het wel, maar Hilversum is wat betreft net Budel of Tsjechische deel. Ja. We willen wel, maar niet te veel. Waar zou de grens hier liggen? Ja, ik vind dat heel moeilijk. Kijk, als we hier ooit 1300 gezeten hebben, ik denk als je in een leegstaand pand in één keer 1300 mensen neerzet, je moet je ook je voorzieningen hebben. En daar vind ik iets van een verdeling wel terecht. Ik kan me voorstellen dat onze regio in het Gooi dan zegt van nou, misschien moeten we dan ook iets van financiering krijgen. Maar ik begrijp dat dat geregeld is. Volgens mij moeten we daar de boer voor op. Die financiering krijg je, maar je kan natuurlijk in de handel nog verder gaan. Hè? Je kan als Hilversum zeggen, luister, dus wij gaan 1000 opvangen, maar dan willen wij die verkeersproblematiek hier, want die is geloof ik altijd in Hilversum, daar willen wij dan toch wel dat het Rijk of de provincie daar iets aan bijdraagt. Is dat, spreek je dat aan, handel over asielzoekers, of zeg je nee, dat moet je los? Nou, als je zegt koehandel over de rug van mensen en asielzoekers, denk ik nee, dat moet het uitgangspunt niet maar zijn. Maar vind je het over de rug? Of is ja, het gewoon ik vind dat over de rug. Op het moment dat je zegt, ik doe het alleen als, hè, dat moet het niet zijn. Het moet medemenselijkheid zijn. Je hoort mensen uit Hilversum ook zeggen, ik heb ze net horen spreken, van ja, inderdaad, het moet wel kunnen. Van mijn part in een leegstaand kantoorpand of een kerk. Ook die hebben we in Hilversum. Daar moet je niet meteen van roepen van nou, dan moeten we een nieuwe snelweg of we willen nog iets anders voor terug. Maar ik kan me voorstellen, als de provincie hier wil ontwikkelen, wij willen heel graag het brandweercentrum Krijlo houden. Nou, ja, je kan het bespreken, maar dat mag niet het uitgangspunt zijn. Budel zegt gewoon, luister eens, wij zijn aan het onderhandelen met het Rijk over verbreding van de A2. En daarvan zeg jij dus, nou nee. Zo ja, kijk, Rob, ik hoor je net zeggen, de burgemeester heeft geen oproep gehad. Dus als minister Teven hier gewoon, of staatssecretaris Teven hier helemaal niet geweest is, ja, dan hebben we het nog helemaal nergens over gehad. Nee, maar goed, dus laten we maar komen. Nee, geen oproep. Ik nodig hem uit. Pieter Broertjes leest kranten, jij leest kranten. Als je ziet dat er 500 per week bijkomen, dan hoef je toch geen oproep te hebben. Medemenselijkheid hoef je toch niet alleen maar na een oproep te tonen? Nou ja, wat mij betreft is hij er meteen. Het is niet voor niks dat ik hier zit. Ik meet het graag breed uit. En ik ben ook blij dat hij daarin steunt. Het is grond van de provincie. De provincie heeft ook nog wel een klein buffertje. Ik vind dat we alle voorzieningen voor die mensen goed moeten regelen. En dat moet de eerste prioriteit zijn. Ja, kijk, krijg je daar een cadeautje bij? Heel graag. We gaan ons aanbevolen voor cadeautjes. Mocht John de Mol luisteren, niet kinderachtig doen. Gewoon, behalve dat stukje van Utopia, de rest beschikbaar stellen. En mocht het COA nu luisteren, die kunnen dus morgenochtend om 9 uur bellen. Nou, wat mij betreft kan het COA om 9 uur bellen. Het telefoonnummer van de burgemeester is in mijn bezit. En als John de Mol een stukje van zijn terrein afstaat, en let wel, zij zit op het oude asielzoekersterrein, maar ook het terrein wat ook van de provincie is, van de Colonel Palm kazernes van Defensie, staat ook gewoon leeg. Dus daar kan ook nog iets. Dus ik denk dat John de Mol niet zo heel erg moet zeuren en absoluut handhovenshard moet strijken. En als hij enige contractafspraken heeft, even moet kijken of hij daar wat medemenselijkheid kan tonen. We zijn eruit. Dankjewel. Zou je kunnen zeggen? Ja, morgen beginnen. Nou zijn we bij 1 op straat altijd gewend om toch nog even te controleren of dat wat we hier allemaal beloven in de bus het nog wel tot uitvoering komt. Wanneer mogen we bellen? Wanneer mogen we terugkomen? Ik zou zeggen bel morgen Pieter Broertjes met de vraag wanneer die bij de provincie het verhaal gaat vertellen wat ik hier vanavond verteld heb. Ga ik zonder meer doen, want ik heb zijn nummer ook. Maar ja. Ik wil gewoon asielzoekers zien hier. Wanneer zie ik die hier? Ja, ik hoop morgen. Kijk, als Steven niet komt, ja, ik hoop morgen. Ik hoop echt dat ze er zijn. Ik ontvang ze met open armen. Oké, dank voor je enthousiasme en voor je duidelijk getoonde medemenselijkheid. Morgenavond is 1 op straat er weer om 8 uur. Maar nu eerst krijgen wij twee dingen met een zeer beroemde kankerspecialist. Namelijk Bob Pinedo. Als u wel eens over de A10 rijdt, dan ziet u als u aan de rechterkant naar de VU kijkt een prachtig gekleurd gebouw. En dat is het kankercentrum wat hij ooit oprichtte. Maar nu eerst het NOS Journaal met Geert Kluk. Radio 1. Turkije is bereid de luchtaanvallen te steunen die onder Amerikaanse leiding worden uitgevoerd op doelen van Islamitische Staat in Syrië. De steun kan militair zijn, maar ook logistiek. De Turken hielden zich tot nu toe afzijdig, mogelijk omdat IS enkele tientallen Turken gevangen hield die in juni werden ontvoerd in de Iraakse stad Mosul. Zaterdag kwam de groep vrij. Het Openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in tegen een Nederlandse jihadstrijder die oproept om een stevige daad tegen de Nederlandse overheid te verrichten. Dat doet de man in een video die hij op internet plaatste na het Amerikaanse bombardement op IS in Syrië. De Tweede Kamer wil voor donderdag een brief van het kabinet met informatie over de moord op Theo van Gogh. De Kamer steunt de verzoek van de PVV naar aanleiding van een uitzending van 1 Vandaag. In de uitzending zei hoofdofficier van Justitie van Stralen dat hij ervan overtuigd is dat Mohammed B. 10 jaar geleden hulp heeft gekregen bij de voorbereiding van de moord. B. werd als enige vervolgd en kreeg levenslang. En dat zijn de hoofdpunten.
NPO Radio 1. Max. Dan kom je tot twee dingen. Dan blijken twee dingen. Er zijn twee dingen. Twee dingen. Actueel en persoonlijk. Met Margreet Rijntjes. Goedenavond. De wereldberoemde oncoloog Bob Pinedo is vanavond mijn gast. Inmiddels is hij met pensioen, maar nog steeds actief met de bestrijding van kanker. Aanstaande donderdag bijvoorbeeld vertrekt hij voor een groot congres naar Madrid. Meneer Pinedo, welkom. Dank u. Goedenavond. Ja, al uw hele leven bent u bezig met de bestrijding van kanker. En toen kreeg uw eigen dochter een kort geleden eierstokkanker. Hoe gaat het nu met haar? Het gaat goed. Ze heeft haar behandeling gehad. Ze heeft chemotherapie gehad. En ze is nu aan het herstellen van de bijwerkingen. Het gaat goed. En we hopen dat het zo blijft. Ja, dat snap ik. Tot 8:30 dus oncoloog Bob Pinedo in twee dingen. En reageren, dat kan ook bijvoorbeeld via twee dingen. De hashtag gebruik dan, of via Twitter wou ik zeggen, gebruik dan de hashtag twee dingen. Welkom bij Max op NPO Radio 1. Bob Pinedo, oprichter dus van het VU Medisch Centrum Cancer Center. Volop gelauwerd met vakprijzen bent u. Is de band met uw dochter veranderd eigenlijk, sinds ze ziek is? Ja, de band is dieper geworden. Ja, waar blijkt dat uit? Dat blijkt uit alles, continu. Zoals je met elkaar omgaat. En belangstelling, je belt elkaar veel vaker op, ja. Ook nu het goed gaat. En ervaart zij dat ook zo? Zij ervaart dat zeker ook zo. Wat zegt zij daarover?